Ja, dank. Wij hebben vandaag in de ministerraad de voorjaarsnota 2012 vastgesteld. En dat was dit jaar een bijzondere voorjaarsnota, omdat er ook informatie in staat over het begrotingsjaar 2013. En dat komt omdat in deze voorjaarsnota het begrotingsakkoord is opgenomen van de vijf partijen. Het akkoord dat zij hebben gesloten. En om het formeel te zeggen, daarmee is dat akkoord vanaf vandaag ook onderdeel geworden van ons reguliere begrotingsproces. En daarmee zijn de activiteit van de Kamer en de activiteit van het kabinet ook formeel weer aan elkaar gekoppeld. Ik heb het al eerder gezegd, ik heb veel waardering voor de inspanningen van de vijf fracties, wat zij gedaan hebben om de begroting voor 2013, om te voorkomen dat die begroting voor 2013 dat een verloren begroting zou zijn, een verloren jaar zou zijn. Er ligt nu een historisch akkoord dat bijdraagt aan gezonde overheidsfinanciën en aan de versterking van onze economie. Ook wordt een aantal grote hervormingen in gang gezet. Sommige hervormingen waar al lange tijd over gesproken wordt. Zoals bijvoorbeeld op het terrein van de arbeidsmarkt. De WW en het ontslagrecht worden aangepakt. Het versneld verhogen van de pensioenleeftijd. Nog sneller dan het kabinet aanvankelijk van plan was. De efficiëntere zorgverlening. Ook dicht bij huis. Hoogkwalitatieve zorg ook dicht bij huis. Uiteraard ook de woningmarkt. Zowel de koop- als de huurkant van de woningmarkt. We hebben vandaag als kabinet vastgesteld dat wij volledig achter dit akkoord staan en dat wij er uitvoering aan zullen geven. Daar waren we overigens op onderdelen al mee begonnen. Dat betrof onder andere zaken die te maken hadden met de overdrachtbelasting. U weet, die wordt blijvend verlaagd. De overdrachtsbelasting die was voor een jaar verlaagd, die wordt blijvend verlaagd. De BTW, het BTW-tarief, dat gaat omhoog. Dat wordt dan volgend jaar deels alweer teruggegeven en verder in de latere jaren. De nullijn, de bankenbelasting, alle maatregelen die ook in wetgeving moeten worden omgezet. Voor een deel zijn we daarmee begonnen. We zullen daar de komende weken mee doorgaan. Dus dat is belangrijk. Want de Kamers die gaan met reces vanaf begin juli. Dus we hebben nog een week of vijf om heel veel te organiseren met elkaar. Het is een pakket met ingrijpende maatregelen. Daar moeten we met elkaar ook als politici van de vijf partijen niet voor weglopen. Dat zie je ook in de kritiek die uit andere partijen komt. Nou, ook die kritiek houdt zichzelf dan weer in balans, hè, want rechts zit het te links, links zit het te rechts. Dus ergens kom je dan uit bij dit akkoord. Maar niettemin, het is wel een akkoord met grote effecten. Wat mensen zullen merken, bijvoorbeeld ook in hun koopkracht. Het gaat om grote bedragen, het gaat om ruim 12 miljard in 2013. Dat is een enorm bedrag. Dat komt bovenop de 18 miljard die was voorzien in de opbouw naar 2015. En daarmee is deze kabinetsperiode, hoewel kort van duur, verantwoordelijk voor een enorm totaal ontbuigingsbedrag, echt zonder parallel in de geschiedenis. Tegelijkertijd is het een evenwichtig akkoord. Het is evenwichtig in zijn verhouding tussen bezuinigen en hervormen. Het is evenwichtig in de verdeling over huishoudens en bedrijven, tussen lastenverzwaringen en bezuinigingen aan de ene kant, maar ook hervormingen aan de andere kant. En het is ook evenwichtig in de koopkrachteffecten. En ook dat laatste is knap, want het gaat natuurlijk om grote bedragen en dan kunnen die koopkrachteffecten behoorlijk uitslaan. Maar niettemin, iedereen zal dit merken. Je kunt niet zo'n dramatische stap zetten in het op orde brengen van de overheidsfinanciën zonder dat iedere Nederlander dat ook in de portemonnee in zijn dagelijks leven zal merken. Maar we moeten dit doen om ervoor te zorgen dat Nederland een sterke economie blijft. Een van de sterkste economieën van de wereld. Een van de mooiste landen om te investeren. Dat Nederland het vertrouwen behoudt van de internationale markten. Dat wij een safe haven blijven, waar mensen naartoe komen. Niet alleen mensen, maar ook kapitaal. Omdat men ons vertrouwt en ervan uitgaat dat Nederland als een verstandige huisvader omgaat met zijn eigen financiën. Om dat allemaal te behouden in oplopende problemen in Europa, zeker ook in Zuid-Europa, in de eurozone, de schuldencrisis, is het van groot belang dat we deze stappen zetten. En is het goed dat 2013, ondanks de val van het kabinet, geen verloren jaar is. Nou, ik zei al iets over Europa. De eurozone staat natuurlijk in grote belangstelling. Er is deze week een informeel diner geweest van de staats- en of regeringsleiders van de verschillende van de 27 Europese landen in Brussel afgelopen woensdagavond. Ik heb toen van mijn kant nog eens naar voren gebracht het belang van houdbare overheidsfinanciën. En dat dat belang en tegelijkertijd werken aan economische groei elkaar niet in de weg staat. Maar dat je dan wel moet zoeken, waar komt die economische groei dan van? Die komt niet van oplopende overheidstekorten, die komt ook niet van een uitdijend Europees budget. Die komt al helemaal niet van eurobonds. Eurobonds zal eerder leiden tot lagere groei, omdat het namelijk noodzakelijke hervormingen in sommige landen zal afremmen. Want die hoeven dan niet meer te hervormen, immers die rente wordt dan verlaagd. U weet wel, eurobonds, dat wij dus meebetalen aan de Spaanse en Italiaanse staatsschuld, zoals sommigen graag willen. Dat gaan we dus niet doen. Maar wat je wel moet doen, is ervoor zorgen dat die groeimotor, want dat is Europa, de gemeenschappelijke markt, dat die beter gaat functioneren.
Wat je wel moet doen, is ervoor zorgen dat je met de rest van de wereld als groot handelsblok wat Europa is, de vrijhandelsverdragen afsluit waar we mee bezig zijn. Dat je de kansen pakt op het terrein van de interne markt die onvoldoende worden gegeven, bijvoorbeeld op het punt van de dienstenrichtlijn. Maar ook op terreinen als ICT en telecommunicatie, waar gigantische mogelijkheden liggen. En daar wordt dus over gesproken. En je ziet wat er gebeurt als een land te veel geld uitgeeft. Dan krijg je geen economische groei. Nee, dan kom je in grote problemen. Zie Spanje, zie Italië. En natuurlijk veel erger nog de situatie in Griekenland. Dames en heren, daarover gaan we verder praten op de Europese top van 28 en 29 juni. Daar moeten ook over die groeiagenda knopen worden doorgehakt. Dus er is heel veel te doen. Zowel nationaal, het uitvoeren van het begrotingsakkoord, als ook Europees de aanpak van de schuldencrisis en het opstellen gezamenlijk van een groeiagenda.